Welkom bij een nieuwe video. Gisteren was ik onderweg naar het buitenpark in Zoetermeer. Het zou een hele mooie locatie zijn toen ik ineens onderweg deze locatie tegenkwam. Ineens was deze locatie veel en veel mooier op dat moment. Het deed mij een beetje denken aan een mysterieus bos. Maar kijk er eens goed om je heen. Hier is toch geen mysterie te bekennen. Het is toch gewoon vakantie in eigen land. Het scherpstellen heb ik gedaan door middel van het gebruik van LiveViewer. Mocht jij LiveViewer op je camera hebben, dan is het ideaal omdat je dan precies het punt kan aangeven waar die scherpgesteld moet zijn. En dan kun je eigenlijk vrijwel bijna altijd met zekerheid zeggen dat je foto scherp is. En waar heb ik dan precies op gefocust? Op de eerste boom die mijn camera op dat moment kon zien. Nog een paar meter verderop vond ik dit prachtige plekje. Rechts van mij staat het hekje open, wat nu in beeld komt. Het open hek deed me denken aan de gedachte met open armen ontvangen. Dat is ook wel een beetje de reden waarom ik de foto heb gemaakt. Een beetje liefde kan iedereen wel gebruiken op dit moment. Het is hier nu rond 7:15 en de zon begint langzaam onder te gaan. Ik zat eraan te denken om in eerste instantie een zonsondergangfoto te maken hier. Maar ik heb liever dat ik van tevoren alvast de locatie scout. Dus bij deze ben ik de locatie aan het bekijken. Zodat ik, als ik de volgende keer weer terugkom om die foto te maken, dat ik ongeveer weet waar ik wil gaan staan. Voordat ik dat ga doen, ga ik nog op Google Earth bekijken waar de zon ongeveer gaat vallen en waar vooral de schaduwen zichtbaar zijn, zodat ik daar rekening mee kan houden in mijn foto. Toch heb ik net al wat leuke foto's gemaakt op de plek waar ik eventueel die foto wil gaan maken, zodat ik later rustig kan bekijken of dat inderdaad de juiste locatie zou kunnen zijn. Niet zo later was ik weer onderweg naar huis, waar sowieso altijd het zonnetje schijnt. Wat er ook ging gebeuren, het zonnetje zou ik sowieso zien. Maar onderweg kreeg ik deze verrassing. Ik mocht alsnog genieten van de zonsondergang. Check trouwens even of je geabonneerd bent en hopelijk tot woensdag.